Welkom terug. Die minister van maatschappelijke ontwikkeling, Batabile Dlamini, heeft vanmiddag weer vrae oor die SASSA-skandaal in die nationale vergadering ontwijk. Die EFF heeft daar onder meer een paddagsig genoemd. SASSA en die postkantoor het ook vroeger vanavond terugvoer gegeven nadat hulle gister opdracht ontvang het van twee portefeuillecomitees om dringend een contract uit te hammer. Maar na drie vergaderings die afgelopen 24 uur kon hulle steeds niet in stemmigheid bereik oor die rol wat die postkantoor in die uitbetaling van toelaag gaan speel nie. Dlamini beweer, die postdienste kan niet alle aspecten van die SASSA-contract behartig nie. Die postkantoor ontken dit. Vanavond het die tesorie bevestig dat hulle een versoek ontvang het van SASSA om die proces te herzien en een onafhankelijke paneel aan te stellen om die geskil te proberen oplos. Het is reeds 8 maanden sedert die constitutionele hof Dlamini beveel het om een nieuwe verspreider aan te stellen. Geen contract is in plek nie. 1 april kom skrikwekkend vinnig nader.